Bonita Avenue, de bestseller van Peter Buwalda, komt naar het theater. En ik praat erover met Oda Spelbos. En circus in een jonge, in een sprankelende, in een meest moderne vorm. Kan dat? Jazeker. Kan het in theater? Ook zeker. Daar praat ik over met Pieter Visser. Mijn naam is Bert Eefdink. Welkom bij Theaterpraat. Hartelijk welkom, allebei. Hi. Is er weer een beetje een reuring in jullie leven na een tijdje toch stil te hebben gelegen, denk ik? Ik heb wel een paar maanden heel rustig gehad, eerlijk gezegd. Nu is het ineens zo druk dat je denkt, oh jeetje, trek ik dat nog wel allemaal? Het is wel wennen. Ik moet echt wennen, ja. Bijna de omgekeerde wereld. Ja. Jij hebt denk ik veel op straat kunnen doen de afgelopen tijd? Nou, eigenlijk, wij konden bijvoorbeeld één collega van ons mochten we niet zien, want hij was Vlaams en de grenzen waren dicht. Dus de eerste paar maanden konden we niet repeteren en was het eigenlijk helemaal stil. En ook zoals jij zegt, binnen een week was het in één keer vol, nu tot november. Ja. Laten wij ook wel vooruitkijken, hè? Niet meer terug, maar vooruitkijken. En dan kom ik toch als eerste bij jou terecht, Oda. Eind januari, ik zei het al, Bonita Avenue, in première hier in het Wilming. Het is een veelgeprezen boek, bestseller zelfs. Hoe kun je dat op een goede manier naar het theater brengen? Koen Karis is een schrijver die de bewerking heeft gemaakt van het boek. En dat heeft hij heel goed gedaan. We beginnen gelijk aan het begin, is de dag dat de vuurwerkramp hier net zich afgespeeld heeft. Komen bij dat gezin en je bent in Enschede bij een vuurwerkramp, bij iemand thuis die daarmee te maken heeft en de rector magnificus is van de universiteit. Je zit gelijk, word je gepakt door het verhaal. Dat is ook het mooie, het gaat hier in première in Enschede, maar het speelt ook in Enschede. Je geeft zelf al aan, een van de hoofdrolspelers is de rector magnificus van de University of Tubantia, heet het volgens mij in het boek. Dus waarschijnlijk in het toneelstuk ook. En jij speelt? Ik speel de vrouw met de welluidende naam Tieneke. En dat is de vrouw van de rector magnificus. Wat is dat voor een rol? Wat moet je dan spelen? Nou, in het boek is het een niet zo heel duidelijk omschreven, vooral een dienende persoonlijkheid. En in de voorstelling vind ik haar een stuk potiger en daar ben ik ook heel blij mee. Het is wat beter uitgewerkt. Ja, mag je dat zeggen? Ja, dat is wat beter uitgewerkt dan in het boek, het figuur. Daar ben ik heel blij mee. Bereid je je in die zin ook nog voor dat je ook weer teruggaat in de geschiedenis en dat je gaat kijken van nou, hoe zat dat ook alweer in elkaar met die vuurwerkramp destijds? Ja, dat heb ik wel gedaan, want ik weet nog wel, we waren allemaal heel erg onder de indruk, dat was in 2000. Maar inmiddels hoor je ook nog wel weer meer verhalen over bedrijf SAE Fireworks. Ja, SAE Fireworks. Wat toen heel erg de schuld heeft gekregen van te veel vuurwerk, maar dat toch genuanceerder ligt. Dus, alhoewel dat allemaal niet aan de orde komt in de voorstelling. Het is wel wat het aanricht in dat gezin en die vuurwerkrampen. Het gaat voor een groot gedeelte over jullie leven. Hè? En dan met name misschien het leven van jouw man, hè? De rector Magnificus. H.O. Bruins in dit geval, die rol speelt. En eigenlijk de manier waarop zijn leven ook min of meer ontwricht wordt. Ja, H.O. Bruins speelt de vader, het hoofd van het gezin, zeg maar. Maar dan blijkt al heel snel dat alle personages, zoals Aaron in het boek zegt, iedereen ligt in die boerderij. Alle personages hebben wel een geheim. Want jullie wonen in een mooie woonboerderij, ergens lekker buiten Enschede. Ja, een prachtplek. En uiteindelijk komen al die geheimen boven water. En dan explodeert ook dat gezin enigszins. We gaan even naar de trailer kijken. Het belangrijkste is nu dat we kalm blijven. Mijn eerste prioriteit ligt natuurlijk bij mijn studenten. Universiteit Tubantia is een familie. Wij zorgen voor elkaar. Dit is een zwarte dag voor onze stad en voor onze universiteit. Maar Enschede heeft veerkracht. Tubantia, de
heeft Veerka. Ja, en dan hier in Enschede de première met Hajo Bruins als rector magnificus. Ja. Ja. Is het nog in ontwikkeling op dit ogenblik? Want de repetities moeten nog echt in volle gang getrokken worden, toch? Ja, we beginnen 17 november met repetities. En ik ben voorzichtig wel een beetje met leren begonnen, want je moet inderdaad meer dingen tegelijk doen. Maar niet alle scènes mag ik leren. Sommige worden nog veranderd, inderdaad. En wat maakt het stuk dan zo speciaal? En daarbij ga ik ervan uit dat het speciaal is. Ja, wat maakt het speciaal? Nou ja, het is een explosieve situatie, niet alleen in de stad Enschede, maar ook binnen dat gezin. En het gaat heel snel. Binnen no time zijn er allerlei ontwikkelingen waardoor dat hele gezin onder druk komt te staan. En ja, ik vind het echt reet spannend, echt waar. Het is een heel spannend verhaal en het zijn allemaal interessante personages. Het kantelt voortdurend dat je denkt, oké, je wordt echt meegesleept in het verhaal. Ik vind het een theaterbelevenis. Ja, we moeten het nog maar maken. Hè? Ik bedoel, weet ik veel of het goed wordt. Reclame maken. Maar ga ik wel vanuit zijn allemaal goede acteurs. En het heeft alles in zich om echt een geweldig mooie theateravond te hebben. Pieter, jij bent een circusman. Dat klopt. Ben jij ook een fan theaterbezoeker? Ja, ik ging met mijn ouders altijd heel vaak naar de theaters. Ik ben opgegroeid vaak bij Den Haag. En we gingen vaak naar het Lucent Danstheater ook. Om voorstellingen te zien zoals Ish ook en zo en grote theaterproducties. Ja, toch wel, ja. Jij bent, als ik dat zou mag omschrijven, beroepsmatig jongleur. Ja. Hoe wordt men dat? Het is eigenlijk begonnen toen ik 10 jaar. En mijn vader die had 3 van die vierkleurige jongleerballetjes, die had hij van een bedrijfsworkshop. En daar hebben ze leren jong leren tijdens een conferentiedag of zo. En die lagen daar en ik vroeg, hoe werkt dat? En hij heeft mij leren jong leren toen. Veel zo vies gesneuveld bij jullie thuis? Nee, niet heel veel. misschien af en toe een omgestoten vaas. Maar toen heb ik dat geleerd samen met mijn broer. En hij was eigenlijk veel beter dan ik, want hij is 5 jaar ouder. En dat werd een soort van wedstrijdje. En nu ben ik hier. Ja. Maar je was wel gegrepen door het fenomeen, door de beheersing, door... Ja, er is altijd een volgende stap. Als je 3 ballen leert jongleren, dan is er een truc die net iets moeilijker is. En dan is er nog een beweging die nog iets moeilijker is. Dus het houdt nooit op en het houdt me heel erg bezig. Dus toen ik daarachter kwam, toen was het eigenlijk jeugdcircus. En daar ontmoette ik iemand en je kan het studeren. En ja, 4 jaar lang circus studeren, dat klonk wel gaaf. Ja. Jij komt hier naar het Wilmink met een circusvoorstelling, maar mag ik dat omschrijven als een zeer moderne circusvoorstelling, 2.0? Ja, we spreken meestal van in het Engels contemporary, dus hedendaags. Dus ja, je hebt de traditionele vorm, vaak met tenten, met dieren nog, en nu de hedendaagse of nieuwe of moderne vorm is eigenlijk meer een soort samenloop van meerdere disciplines. Dus bijvoorbeeld de compagnie waar ik bij zit, Tea Time, die combineert echt circus en dans. En dus Hanna die daarbij zit is een danseres. En we proberen die twee disciplines echt samen te vloeien tot een nieuwe vorm. En dat is bij alle moderne circus wel aan de hand. Ja. En je komt hier naar het Wilmink Theater met Stick Stocks. Tenminste, zo heet dan de voorstelling die je brengt. The Great Catch is het. Het is eigenlijk een samenvoeging van allerlei disciplines die je krijgt. Hè? Wel samengevoegd tot 1 theaterbelevenis. Ja, het zijn 3 voorstellingen. Die zijn gemaakt zeg maar, op Nederlandse bodem. Het zijn La Campistagne en zij doet een trapeze act. Lisa van Brakel die zie je op de poster, zijn jongleur. En dan Tea Time met onze dans- en circusvoorstelling. En dat zijn 3 shows die maken we aan elkaar tot 1 lange theatervoorstelling. Ja, en we hebben een filmpje, gaan we zo bekijken hoor. Dan zie je jou met enorme stokken in de weer en allerlei gevaarlijke acrobatische dingen uithalen. Ja. Wat zijn dat voor stokken eigenlijk waar je mee werkt? Die stokken, dat is begonnen in 2018, toen we zijn afgestudeerd, want ik ben dan jongleur. Hanna is danseres en Bavo, onze derde company member, die doet Chinese mast. Dus een paal van 4,5 meter of 6 meter en daar kan je in klimmen. Maar het probleem is daarmee dat je die vast moet zetten aan de grond. Je moet die riggen. En we dachten, hoe kunnen we daar omheen? Dus
kunnen we misschien die drie disciplines combineren tot één ding? En toen zijn we dus uitgekomen op de sticks. Dus eigenlijk een soort Chinese paal die gewoon los staat. En die ik bijvoorbeeld als persoon kan vasthouden, zodat hij die kan gebruiken. Je kan ermee jong leren, je kan ermee dansen en bewegen. En zo zijn we uitgekomen op de sticks. We moeten toch even wat beelden doormaken. En er is een filmpje van, dus kijk aanschouw hoe dat eruit ziet. Vind je het leuk ook daar? Heel erg leuk. Eerst eraf? Ja, nou, maar ook, want ik vind het zo leuk. Ik bedoel, jullie zijn klaar en jullie zitten ook ontzettend te lachen. Zo blij dat jullie zelf zijn. Echt hartstikke leuk. Dat wil ik echt graag een keer zien. Ja. Ah, ja. Ja. Je moet er ook nog wel conditie voor hebben, denk ik, voor dit soort trucjes. Ja, ja, we doen vaak residenties en ja, we moeten natuurlijk wel. We zijn nu bezig met onze eigen tea time warm-up te maken. We werken inmiddels nu 4 jaar, maar we zijn nu langzaam bezig van ja, je moet altijd opwarmen natuurlijk en conditionering doen en zo. Dus ja, dat is altijd wel aan de hand. Ja, ja, en ik zie je hier buiten staan. Je kunt het buiten opvoeren, dus je hebt een buiteneditie neem ik aan en een speciale theatereditie. Ja, hij is ontworpen als buitenvoorstelling. Het was een commissie van Rotterdam Circusstad in 2018 als onderdeel van de scholentour. Dus je doet eigenlijk, je krijgt een budget om die act te maken en dan tour je langs 30 basisscholen, elke dag een nieuwe. En dat is een soort van super intense periode waar je gewoon elke dag krijg je een heel eerlijk publiek, groep 4 tot en met 8 ongeveer. Oh, ja. Die zijn heel eerlijk en dan heb je eigenlijk 30 try-outs en dan je première op Circusstad. Dus hij was gemaakt als buitenvoorstelling, maar is ook prima te spelen binnen. Dus ook onderdeel van de Great Catch. En dus bijna dezelfde voorstelling, maar gewoon in een andere setting. Oda, jij komt hier niet alleen met Bonita Avenue, maar ook nog met een andere voorstelling, De Vloer Op. Waarschijnlijk bekend van televisie. Human zendt het al 20 jaar uit. Een improvisatieprogramma waarin jij ook een aantal malen, best een aantal malen zelfs, acte de présence hebt gegeven. Hoe vertaal je zoiets naar theater? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Zelfs de trucje. Het is geen trucje. Nee. Het is een methode. eigenlijk hetzelfde. Alleen, ja, ik vind het in het theater leuker, omdat je op de televisie kan je nog dingen eruit knippen als, tenminste, je kunt denken dat er dingen uitgeknipt zijn die niet gelukt zijn. Laten we de methode ook even bespreken. Peter de Baan, een regisseur, werpt eigenlijk iets op. Zegt van, nou, geef je een bepaalde rol mee en die moet je dan maar uitvoeren. Ja, hij komt er met een opdracht, een improvisatieopdracht, een spelopdracht. En ga de vloer maar op met z'n tweeën, soms drieën. En je weet echt niet van tevoren. Je weet helemaal van tevoren niet wat er gaat gebeuren. En in het theater, ja, die mensen zitten daar en die zien. Nou, die komen er mooi even helemaal niet uit, zeg maar zeggen. Want dat gebeurt dus ook. En dat vind ik dus eigenlijk eerlijker dan op de televisie. En het is heel leuk. En Peter vertelt over spelen ook een beetje. En ik vind het heel leuk om te doen. Maar het klinkt ook als een soort van hele pure vorm van acteren. Ja. Nou ja, en kijk, mensen vinden het dus leuk om te zien hoe iets ontstaat. En dus niet een affe vorm. Dus het is een iets anders dan een voorstelling eigenlijk. Maar dat je ziet van, oh god, ze spelen helemaal niet. Ze komen er niet uit, weet je wel. Ze kunnen niks verzinnen of zo. En dan, meestal gaat het dan toch weer goed. Het vliegt ook vaak alle kanten op. Ja. Van nou, heel emotioneel tot hilarisch. Ja. En alles wat ertussen zit. Ja. Wonderlijk leuk. Leuk lijkt me dat. Zeker. Anders zou ik het niet doen. Nee. Beide dus. In het theater, in het Wilming te zien met jullie shows. Jij eind september de première van Bonita Avenue is eind januari. En De Vloer Op, weet ik even niet uit mijn hoofd.
In het najaar, begin vrijdag de 10 september. En daarna in het voorjaar komt er weer een reeks. Fijn dat jullie hier wilden zijn bij Theaterpraat. En tegen jullie thuis zeg ik, kom naar het theater. Aanschouw de pracht van het theater. Fijn dat jullie wilden kijken. En heel graag tot de volgende keer. Dag.